Deze beschouwing die gaat over sodomie, oftewel reet-ridderij. Ik ga er geen oordeel over vellen. Ik ga alleen maar vertellen wat dat voor mij persoonlijk heeft ingehouden. Ik neem er lekker de tijd voor. Het wordt een beschouwing. Het is uh, dinsdag 2 juli 2019. Het is heerlijk weer. Wat wordt vandaag niet zo uh, tearing heet als gisteren. En gisteren was het trouwens ook al uh, aardig. Het is heel warm geweest. Maar dat vind ik niet erg. Ik heb lekker de balkondeur open. De planten moet je wat meer water geven. De kraan is geduldig. Ik neem er de tijd voor. Ik ben geboren in 1959. Dus dat is uh, 60 jaar geleden ongeveer. Nou ja, het is precies 60 jaar geleden, maar ik ben in eind augustus geboren. Het is nu dan begin juli. Op twee maanden na, zo'n beetje precies 60 jaar geleden, ben ik geboren in Amstelveen. Toen heette dat Bovenkerk. Dat was toen nog een soort klein dorpje. En dat is, alras is dat ingelijfd bij Amstelveen. Officieel heette het de gemeente nieuwer Amstel. Uh, het was een verzameling van meerdere uh, ja, kleine dorpjes of groepen van huizen. En tegenwoordig noem je dat Amstelveen. Het is een hele serieuze uh, stad geworden. Het is een lelijke stad geworden, by the way. Het, uh, nee. zijn er zijn al stukjes zijn er wel mooi hoor. Maar... Veel, denkende van veel dingen in Amstelveen denk ik van na zich, Je was vroeger mooier. Dat was Amstelveen. Leuk. Ja, een leuke plek om op te groeien. En sodomie. Homoseksualiteit, heteridderij. Ja, dat, dat bestond helemaal niet. Dat leerde ik pas kennen. via de TV. En dan moet je weten dat bij mij thuis. Mijn vader was tegen het kijken van tv. Hij had het altijd over het bolle oog. Alsof hij de roman 1984 had gelezen. Want een oog is iets wat kijkt naar jou. Dat had mijn vader helemaal niet. Mijn vader er is helemaal geen boekenlezer. Maar hij haatte dat ding. En dat kwam door zijn schoonvader. Dus mijn opa van moeders kant. En die had op een dag gezegd: van, Nou, dat kan zo niet langer. En toen kregen wij een tv van mijn opa, van Moeders Kant. Toen hadden wij ook een tv. En voor die tijd keek ik tv, bij, ik keek wel eens tv naar, weet ik veel, Mr. Ed, het sprekende paard en de Thunderbirds. Ik vond die hartstikke eng. Het waren er weliswaar maar poppen, maar het waren wel echte poppen, hoor. Nou. <laughs> Ik weet nog dat er was een uitzending, dat, er, dat gingen ze in een raket richting de zon. En Toen waren ze te dicht bij de zon gekomen en toen kregen die astronauten die kregen het hartstikke warm. Dus toen hadden die poppen, die, die gingen dus zweten. Die kregen echt zweetdruppeltjes op hun koppen, van die poppen ik was met mijn, buur, uh, mijn buurmeisje. Die hadden dat tv. Dan zaten we samen op de bank. En toen ben ik achter de bank gekropen. Om af en toe nog eventjes over de rugleuning te kijken. Zo, wat vond ik dat eng zeg. Ik kon me helemaal voorstellen. Dan ben ik zo'n pop en je hangt aan die touwtjes. Die touwtjes kon je ook gewoon zien hoor. Als je goed keek, zag je die touwtjes. Maar het waren echte touwtjes, snap je. <laughs> Ja, ik, ik denk dat ik daar de ergste getraumatiseerd ben geraakt. Zo. Maar dan kreeg je later al in de jaren zeventig zo'n zo quiz. En het was iets van het wie van de drie of zo. En daarin deed Albert Mol die deed mee als panel lid. En Albert Mol is een, nou, een reetridder. Dat was mijn confrontatie met de redderij het sodomieten. En dus nooit in mijn omgeving. Dat bestond niet. En ik heb dan toen ik 18 was of nog iets ouder, heb ik een boekje in de hand gekregen, in de hand gekregen en dat heette The Kinsey Report. Het is dan uh, een rapportage, een verslag van een man en die heet dus Kinsey. K-I-N-S-E-Y, dacht ik. Kinsey Report. En daarin staat dat in een gemiddelde samenleving, noem het maar een normale samenleving, is 5% van de mensen, van de mannen, is reetridder. Oh, dacht ik. Nou, inmiddels heb ik begrepen dat dat Kinsey-report gebeuren van meneer Kinsey... dat meneer Kinsey een uitermate verdacht persoon is in de geschiedenis van de mensheid. Zoals we wel meer verdachte personen hebben, nou, noemen ze een of andere rare naam. Ja? Mensen die zich bezighouden met uh, rare dingen... Dus dat Kinsey, die deed een onderzoek naar het seksuele gedrag van mensen. Niet omdat hij. Uh, iets. Ja, zeg maar, ik moet de mensheid gaan helpen met iets of zo. Of uh, een hoger doel. Nee. Meneer Kinsey, die deed dat, want meneer Kinsey was geïnteresseerd in seks. Dus een. Onderzoek naar seksueel gedrag van mensen. met als drijfveer je eigen seksuele driften. Dus uh, Kinsey had ook in zijn rapport kunnen zeggen. één uh, op de zoveel honderdduizend wetenschappers. begint een onderzoek naar het seksueel gedrag van mensen. juist omdat ze zelf zo seksueel uh, geseksualiseerd zijn. Namelijk zichzelf. Met andere woorden, meneer Kinsey was. Niets meer dan een viespeuk. Ik sprak uh, Jurk Liesman laatst daarover. Dat is mijn Leuvense uh, makker. Mijn broeder in Christus. En die wist nog meer te vertellen over het Kinsey Report. En dat daar ook nog een heel raar luchtje aan zit als het gaat over seks met. ...minderjarige mensen. Ja, dus als je in Nederland... Om, nee, ...dat moet me even van het hart horen... ...als je in Nederland nog geen 18 bent... ...dan mag je in de supermarkt... ...geen drank kopen. Nee. Maar de secretaris-generaal... ...van justitie, Joris Demmink... ...die heeft toegegeven... ...achter gesloten deuren... ...tegen de Gaybrand... ...KK-krant... ...en Panorama... Tegen die journalisten, dat hij het heeft gedaan met minderjarigen. Niets mee gebeurd. Nee, maar als de spar hier om de hoek. Uh, een halve liter. Uh, weet ik van wat. een of andere briezer of zo. verkoopt aan een briezersnetje. Uh, dan, uh, dan wordt de supermarkt op last van de Marokkaanse burgemeester weer eens gesloten. Trouwens, briezerslekjes, die uh, kopen hun eigen briezertjes niet. Ja, ik heb het over seks. En dan krijg je van dat soort rare versprekingen. Ja. <laughs> ik wil maar zeggen... Albert Mol, dat was mijn eerste confrontatie met een reetridder. En dat was op tv. En Albert Mol, dat vond ik maar een rare banaan. Maar bij wie van de drie? Ah, was het altijd wel lachen. Dus ik dacht, Albert Mol, daar kan je wel mee lachen. Maar ik vond het voor de rest een kerel van niks. Het is niet echt iemand waarvan ik een poster boven mijn bed zou hangen. En mijn hero's, dat waren... Uh, Arens Oog en Winnetou. En Hielke en Sietse. Klinkhamer. Met die ongelooflijk goede boot. De chameleon, waar een motor in zat. En dat was een motor geweest van een auto, hoor. Dat was niet zomaar een motor. Iedereen dacht, wat een lelijk bootje. Maar dat kon hard, jongen, dat bootje. Kijk, dat, dat waren mijn helden. Niet Albert Mol, met zijn rare grappen. Dat denk ik er nu achteraf, hè, van... ja, En toen kwam er... Dat was ook, was ik veertien... En dan had je een piratenzender. En er was dan een oude boot, en die lag dan ergens in de Noordzee, buiten de territoriale wateren. Dus Nederland had er niks over te vertellen. En je had ook een Engelse, trouwens, en die heette Radio Caroline. Nou, en deze waar ik het nou over heb, dat heette. Dat was, dat was Radio Noordzee, dacht ik. Heel toepasselijk eigenlijk, hè. En die boot, die, die boten, Radio Caroline was er ook zo een. En Radio Noordzee er ook zo een. Dat was een boot en die waren voor anker gelegd. Die konden waarschijnlijk niet of nauwelijks varen. Dat was ook niet nodig. Die moesten drijven, die dingen. En dan met de dieselgeneratoren wekten ze daar stroom op. En daar werd het radiosignaal uh, over Nederland uitgestort. En die zaten op de, op de middengolf, iets van 200 meter of zo. Later kreeg je Veronica of was dat Veronica al. En Veronica zat op 192. Want 192. Goed idee. Radiozenders. Ja, jullie kinderen van het internettijdperk. Jullie vinden dit hopeloos ouderwets. mee, kan je vertellen, het was hartstikke spannend. En ik had dan zo'n oude radio via mijn opa gekregen. En, uh, en dan kon ik dus. Dat had ik in de gaten gekregen op zondagochtend. Had je de. Wat, heet, wat heette de... Hey, dat? Heette nou dat Dat was met André van Duin in elk geval. De Huppeltje Pub Show. Was het nou een André van Duin show? En de, de technicus was meneer De Groot. Oh, wat vond ik dat leuk? Zo, wat moest ik daar daarom lachen zeg. En later is dat programma eens verhuisd naar de zaterdag, omdat uh, die piratenzenders werden opgeheven. Dat mocht dan uiteindelijk toch niet meer. Uh, en toen was Veronica, werd ze dus, een uh, ja, normale omroep en zo. En toen is die, die show, hoe uh, heette dat nou ook weer? Het benzine en. Oh ja, Dik voor elkaar, nu weet ik het weer. De Dik voor elkaar show. Jee nee, wat vond ik dat leuk zeg. Ja, dat bleek dus ook een reetridder te zijn. André van Duin. Oh, dat wist ik toen niet. Daar heb ik geen flauw benul van. Kortom, uh, ja, als je dat dan zo samenvat, dan zijn zeg we maar zo tot aan, uh, ja... Kijk, mijn echte eerste contact met een... Met iemand die het dus deed met jongens. Persoonlijke contact met zo'n persoon, dat was op mijn. 21 of zo. Nee, want André van Duin, ja, ik heb hem wel kapot gelachen om die dik voor elkaar show. Met de 30 seconden van meneer De Groot. Ik vond het ongelooflijk leuk. Totdat ik op zondag uh, bij de Pinkstergemeente kwam. En ja, dan moest ik zondagochtend naar de kerk. Van mezelf, hè. Ja, toen kon het niet meer. Of ik dat nou erg vond of niet, dat weet ik niet eens meer. Uh, dat, het ging gewoon niet meer. Want ik moest naar de kerk. Klaar. En als ik wat moet van mezelf, dan, nou, dan moet ik dat. Dus dan deed ik dat. En hoeveel mensen heb ik dan ontmoet in die 21 jaar? En dan close genoeg om te leren kennen? Nou, meer dan 20. Meer dan 40? Meer dan 60? Meer dan 80? Dus dan kan in het Kinsey Report wel staan... dat 1 op de 20... want daar had hij het over, hè? 5%. Dat is 1 op de 20... Een op de twintig van de mannen. die, ja, die vindt het aangenaam, uh, verleidelijk, aantrekkelijk. om zijn geslachtsorgaan te stoppen. in de anus van een andere man. of droomt daarvan. of whatever. Hè? Ja, ik heb ze niet ontmoet. En ik ben niet in die zin beschermd, gelovig, in staphorst opgevoed. Door mijn ouders hebben mij niet veel bij, helemaal niks bijgebracht over wat voor een geloof dan ook, maar. En via mijn moeder ben ik dan bij de Pinkstergemeente gekomen. En daar, ja, daar heeft ze mij naar binnen gebracht. En ik ben zelf verder gegaan. Ik heb zelf hallo gezegd tegen allerlei mensen. En zei: ja hallo, ik ben Peri. En uh, ja, we gaat het hier over? Oh, gaan we de Bijbel lezen. Oh, uh. Toen kreeg ik een Bijbel mee naar huis en toen ben ik de Bijbel gaan lezen. En terug naar Amsterdam. Voor verdere uitleg over de Bijbel. En op school, ja, dat was niet een christelijke school, dat was een openbare school. daar ja, hadden er ook een aantal vriendjes en vriendinnetjes en van alles en mensen waar ik mee omging. En daar zaten ook geen GT-rietigers uh, tussen. En in mijn familie al helemaal niet. Daar zou ik het recht van moeten weten, maar mijn oma Cor die is zo uh, recht als maar kan. En mijn oma Hans ook en oma Andrie ook. Mijn opa was streed en mijn opa van de andere kant was streed en... Al die broers van mijn opa's waren streed. Hey, nee, het was op de TV met Albert Mol. Ik dacht: van, Hè, Wat is dat nou? En dan werd me dan verteld: dat is iemand. En die doet het met andere mannen. En ik dacht: Jeetje. Dat moet je ook maar willen. Nou, toen ik dan in begin twintig was. Toen heb ik dus de eerste. In het echt meegemaakt. Die man die werd later uh, hoogleraar. Ik zat toen op de landbouwhogeschool en die man werd later geweldig afgestudeerd en zo hele goede cijfers en uh, die werd hoogleraar uh, huppeltje pup, iets met ontwikkelingshulp of zo. En hij bevond zich in mijn vriendenkring. Hij woonde, er waren drie mannen en die, hadden, die huurden met z'n drieën één flat. Dat was ook een manier om samen te wonen als student. En mijn vriend, de dokter, heette die. Ja, dat heet hij niet echt natuurlijk, maar zo heette die. <laughs> en die woonde met hem en nog een andere gozer in één flat. Nou, ze doen de hem kennen. En die man heeft ook nog op een avond, toen hadden we stevig gedronken. En toen, aan het einde van de avond, de kroegen gingen dicht. En toen had ik gezegd tegen hem en nog iemand anders: heb je zin in nog een biertje? Ik had thuis nog bier. Nou, ja, daar hadden ze wel zin in. En dan gingen we naar mijn fletje toe. Toen was ik al. 26 of zo. Nee, iets jongen, 25. En uh, toen ging hij aan mijn kont zitten kriebelen. Ik zeg, hé, hey, wat doe jij nou? kijkt hij mij zo uh, aan met van die ogen van die zo. Oh, en dan, ja, zo'n hapje zin. Ik zeg, nee man. Ja, een zin en een biertje en nog even check hier Eh, uh, nee. <laughs> Gekke man. Nou, wat slaat het nou op? En dan heb ik gelijk mijn eerste ding. Dat is verder geen oordeel of zo over die mensen... Ik vind dat ongepast. Ja. Hetzelfde zou zijn dat ik in de kroeg zit met een vrouw. En dat is me ook wel eens gebeurd. Als een vrouw zegt: Van. Uh, uh, heb je zin om wat te drinken of zo? En dan ga ik met haar mee. En dan gaan we er even wat drinken natuurlijk. En dan ga ik niet gelijk aan de titel friemelen. Ik vind het ongepast. En ik had verder niks met die kerel. Ik kende hem al jaren. Maar ik had helemaal niks met hem. Ja, we, we zeiden hallo op straat en. er uh, was we een praatje met hem gemaakt. En dat was het ook. En, en dan het gaan hebben over het hebben van seks. Nee, daar was hij mij helemaal kwijt ik ben er niet boos over geworden uh, ik heb hem niet de flat uitgezet uh, tegen hem gezegd van uh, weet ik, ik was net bier aan het pakken of zo misschien uh, was ik aan het bukken om dat bier te pakken uit uh, de koelkast dat hij aan mijn reet zat wat nou wat een lekker kontje heb jij ja hallo uh, en ik met die rinkelende bierflesjes uh, de woonkamer ingewandeld en uh, iedereen een biertje en een plaatje opgezet Nou, gek verhaal van die vent dan, hè? Ja, dat doe je dan niet. En later stonden we een keer met z'n allen in de kroeg. En toen vertelde hij dat hij in de krant had gelezen, en ik had het ook gelezen... dat er een Thais jongetje was. En het was door een buitenlandse toerist, een oude man. Uh, was, die was om het leven gekomen terwijl die oudere man bezig was met het voltrekken van de seksuele daad. Details weet ik verder niet. Het was iets met verwurging. En toen dus zei die man: uh, die begon erover dat hij dat artikel had gelezen in de krant. En hij was dus hoogleraar, uh, was die hè? Toen al. ...ontwikkelingshulp. En dan zei hij, ja... Yeah. ...en dan lees je dat zo in de krant. Dat is zo'n uh, schandknaapje. Ja, want dat is het dan. Dat is zo'n jong jongetje in een hele armoedige situatie. Hij heeft geen, uh, ja, geen nagel om aan zijn reet te krabben. En die kan nog een paar uh, jolotties of jabooties ...of whatever maar ze daar dan hebben aan munteenheden. Of dollario's. Uh, daar wil hij wel zijn onderbroek voor uittrekken. Voor, voor het levensonderhoud... En die volwassen buitenlandse toerist, waar die vandaan komt, weet ik niet. Maar ongetwijfeld uit Amerika, Duitsland of Europa of ja, zoiets. Zou niet uit Afrika zijn gekomen. En die heeft hem dan gewurgd. Ja, zei die man. En lees ik dat in de krant. En aan de ene kant denk ik, wat verschrikkelijk. En ik dacht, nou, dat dacht ik ook. Ik volg je. Ja, zei die man. En aan de andere kant denk ik. hmm, ik word daar wel een beetje seksueel opgewonden van. Van zo'n bericht. En die twee emoties: van aan de ene kant afschuw, en aan de andere kant toch, ja, iets van een. Uh, want toen dacht ik, godverdamme, nou moet je ophalen. Kijk, om het maar even af te maken, deze man, uh, de, daar kwam ik later achter dat hij in de Tweede Kamer is beland, voor de Socialistische Partij. En daarna is hij voor de Socialistische Partij beland in de Eerste Kamer. En sinds een paar jaar is hij daar pleiten. Ik zal geen namen noemen, natuurlijk weet ik hoe die heet. En ja, ik heb nu in feite voldoende verteld dat jij als jij echt wil weten om welke identiteit het gaat, dat je erachter kan komen. Ja. Maar dan moet je wel even zoeken. Hij is nou weg als uh, Eerste Kamerlid. En ik had gezegd van ik wil ridderij niet veroordelen. En dat wil ik dan even specificeren: dat ik zeg van nou als twee volwassen kerels uh, dat ja, vieze spelletjes willen spelen met uh, poepseks en zo. Ja, ik vind het walgelijk. En als ik er verder maar niks mee te maken heb, dan, ja, dan moet je maar zelf weten wat je doet hoor. Dan heb ik daar geen oordeel over. Ik, ik blijf het vies vinden. Een spaar rood met mayonaise vind ik ook smerig. Daar doe je me geen plezier mee. Want, uh, wat wil je drinken? Ik zei: Nou, doe maar een glaasje water. Oh, zal ik er uh, mayonaise in doen? Zei ik: Nee. Jobs, ja, toch lekker? Water met mayonaise? Nee. Als ik een glaasje water wil, welk glaasje water? Of een kopje thee? Oh, een kopje thee met mayonaise dan? Nee. <laughs> dat vind ik vies. Kijk, okay, wat ik vind: uh, water met mayonaise, dat vind ik zo vies. Dat heb ik nog niet eens, gepro dat heb ik niet eens geprobeerd. Gewoon het idee al. Nou, datzelfde heb ik met uh, poepseksachtige dingen met mannen. Ja, sorry. De, met vrouwen vind ik dat je... Ja, bij mij... Uh, ja, ik doe helemaal niet meer een seks. Het komt door de leeftijd, neem ik aan. En uh, door het verstand, hoor. Kijk, als je alsmaar loodjes blijft kopen in de staatsloterij, is dat hopelijk omdat je regelmatig wat gewonnen hebt. Uh, op een dag, als je er toch achter komt dat je per saldo aan de staatsloterij alleen maar geld bent kwijt geweest en dat het nooit wat heeft opgeleverd. en je gaat toch weer opnieuw een staatslot kopen. Ja, dat is uh, een beetje dom, hè? En zo is het met seks ook. Ik bedoel, je denkt elke keer dat het iets heel erg geweldigs is en nou, soms is dat dan ook wel zo. Maar ja, ik weet niet hoe jouw seksleven was. Maar... Dat van mij ben ik niet ontevreden over. Rapportcijfer, ik zou zeggen. Ja. Vanwege het feit dat het mij een kind heeft opgeleverd, ruim een zeven. Een ruime nou, een zeven, ja. Maar zonder dat kind erbij, euh, zou ik zeggen, euh, een krappe zes. Maar dat kind maakt een hoop goed. Dan heb je het nog ergens voor gedaan. Hè. Kijk, zo kijk ik er nu tegenaan. Dus, het, dus dat is dan wat anders. Maar in mijn jonge dagen, in mijn testosteron-dagen of zo, heb ik echt van alles gedaan qua seks. Hè. Kon hij niet gek genoeg zijn? En altijd met mijn, punt 1, mijn vaste partner. Dus nooit, eh, zoals die Sodomit waar ik het net over had, die in de Eerste Kamer heeft gezeten, uh, Ja, met iemand die je niet of nauwelijks kent. Want hij kende mij niet of nauwelijks. Hij had me wel een paar keer gezien en hij wist dat ik Perry heette en dat was het. En dan zeg ik op een avondje na stevig drinken: van, Goh, laat ze bij mij thuis nog even. Dat is geen uitnodiging om onderbroekjes uit te gaan trekken, natuurlijk. Denkt die wel niet. Mafketel. En mijn vaste partners waren altijd van het vrouwelijk geslacht. Punt. Nou, ik kan wel mannen zien waarvan ik denk: van, Nou, jij bent een mooie man. Maar dat zegt me verder niks. Dat speelt me hoog uit in de tijd dat ik nog in de zakenwereld zat of zo. Dan dat zag ik een, een mens met een bepaald uiterlijk, een man. Dan denk ik van nou, jou kan je goed gebruiken in de verkoop of zo. Hè? Je bent wel een goeie om naar buiten te sturen. Ja, met je voorkomen, met je uiterlijk maak je ja, op een hele oppervlakkige manier weliswaar... Maar het is wel gratis meegenomen. Uh -huh. Lijk, uh, iemand in de verkoop met scheve tanden en een puist op zijn neus... Ja, die heeft altijd een hobbeltje te nemen aan het begin van het verkoopgesprek. Elk verkoopgesprek. Dus ik kan wel zien of een man een mooie man is... maar uh, dat, dat wekt bij mij helemaal niks op. En bij hem wel. En dan komt hij later met zijn opmerking. Dus even terug. Waarom ik veroordeel hem niet op het feit dat hij het doet met. Uh, mensen die hij daar. Uh, ja, die hij ontmoet heeft in de gayclub of zo. Dat moet hij lekker zelf weten. Maar het feit dat hij na een avondje suipen aan mijn reet gaat zitten. dat stel ik niet op prijs. Dat veroordeel ik. En die opmerking van hem in het café. dat hij behalve gevoelens van afschuw. Uh, ook gevoelens van uh, seksuele opwinding kreeg bij dat krantenbericht. Dat veroordeel ik ook. En dat laatste vond ik aanmerkelijk erger, uh, ergerlijker. En ook erger. Dan uh, kriebelen aan mijn uh, Muladhara chakra. En je Muladhara chakra, dat is je onderste chakra. Dat bevindt zich ongeveer drie centimeter onder je anus. En daar blijf je van af als je het niet erg vindt. Ook van mijn kruinchakra heb ik liever niet dat je eraan komt. Ho Perry, ben jij zo'n esoterische chakra gelover? Wat ben jij dan? Een ongelovige stuk uh, een ongevoelige, ongelovige baksteen. Wil je chakra's kan je voelen, Sukkel? Dus dat is niet zo'n probleem. Zoals uh, Osho, bagwan zo mooi zei. Ja. Of je hebt vijf chakras, of zeven. Het maakt niet uit. <laughs> ja, je hebt chakras. Die kan je voelen. En dan moet je bij een ander niet zomaar gaan zitten. En je, je svadhisthana chakra... By the way, nu ik er toch over begonnen ben. Je svadhisthana chakra, dus je muladhara, zit onder je anus... En dan heb je je svadhistana, dat is je tweede chakra. En die zit bij je geslachtsorgaan. En die heeft, dacht ik, echt iedereen. Ook volgens ons jou. En je keelchakra heeft, denk ik, ook iedereen. Volgens mij heb ik er zeven. Mijn keelchakra die kan ik voelen. En mijn oogchakra kan ik voelen. En en mijn kruinchakra, die zit dus net als je muladara iets... Je muladara zit iets onder je anus en je kruinchakra zit iets boven je kruin. De moeder van mijn kind vond het dan leuk om mij uh, over mijn bolletje te aaien. Alsof ik een klein jongetje was en zei mijn moeder van... Nou, oh, dat heb je goed gedaan, ik ben trots op je. En dan aaiden ze over mijn bol. En dan zei ik tegen haar, wil je daarmee ophouden alsjeblieft? Zei ze, waarom? Nou ja, punt 1, het is denigrerend... Want ik hoef niet over mijn bol geaaid te worden. Ik ben een volwassen man. Ik ben tien jaar ouder dan zij. Dus uh, flikker op. En punt twee, ik voel het. Ik zeg: Jij zit om een chakra in te maaien. Dat vind ik niet leuk. Laat mij met rust. Ja, dat kreeg ze dus in de gaten. Hè, en toen dat ging ze echt dat ging ze dus uh, regelmatig doen, dan uh, ja, was ze door of een vreemd persoon. Maar terug naar die reetridders. Dat was de tweede reetridder die ik dan... Uh... Nee, dat was de eerste reetridder die ik ontmoette. En de tweede... Dat was een man en die deed aan uh, regie, een toneel. Paul Rutger. En ik ben bij hem, heb ik eerst licht gedaan als assistent. Lampen inhangen. En toen het seizoen daarna ben ik gaan spelen voor hem. Dat leek me wel leuk. Dat vond ik ook wel leuk. Er dus, uh, was zomergasten van dinges. Een of andere Rus, dacht ik. En daar speelde ik een aan drank verslaafde iets. Ja. Nou, dat heb ik met plezier gedaan. En die regisseur, die, die was helemaal weg van mij. En het seizoen daarna, toen was hij weer bezig om, had hij weer subsidie gekregen. En was hij weer mensen aan het verzamelen. En dan zou die Richard... de derde of zo... gaan doen? Van Shakespeare, weer. De eerste was Romeo en Julia. En de tweede, dat was ook iets van Shakespeare, dacht ik. En dan de vierde die ik meegemaakt heb, heb ik zelf gespeeld. En dan... Nee, een tweede... Nee, iets van de vierde, dat zou Richard de derde worden. Kreeg ik de hoofdrol aangeboden. Komt hij nog speciaal bij me thuis... Ja, ik heb een hele belangrijke vraag. Zou jij de hoofdrol willen spelen? Ik had indruk gemaakt op die man. Ik kan het ook erg goed, hoor, toneelspelen. Al zeg ik het zelf. Hoeveel tekst uit mijn hoofd leren, dat is niet zo moeilijk. En, uh, en vooral je aanwezigheid op het toneel, dat... Uh, Ja voor, ja, voor mij is alles reëel als ik het mij maar voorstel, namelijk. Als ik het mij voorstel, is het reëel. Dat is erg bijzonder. Anyway, dat was mijn tweede ervaring met zo'n uh, red ridder Een paal moet ik zeggen, ja, die, die deed zijn ding. Verder geen moeite met die man. En die acteurs die erbij vroeg, daar zaten ook van die uh, ...Rator Ridders onder. Maar die kwamen van buiten Wageningen die had hij dan echt ergens opgedoekeld bij de sportschool of in de gay bar. Maar de rest in de studenten in, uh, in Wageningen in mijn omgeving zaten geen homoseksuelen bij. Helemaal niet, hè. En dan nu, het is schering en inslag. Hè? Een tijdje terug heb ik nog uh, in een vrolijke bui een, een tv-spel verzonnen. En het heette Spot de Homo. Benodigdheden: een tv, een afstandsbediening en een computer met toegang tot internet. Nou, je doet de tv aan, de deelnemers zitten klaar. En zo gauw iemand een homo ziet, dan zegt hij: Homo! En dan gaat de spelleider op internet kijken, de naam van de acteur of wie dan ook uh, intypen, en kijken wat de seksuele geaardheid is. En als je uh, het goed hebt, dan, uh, dan heb je twee punten, en als je het fout hebt, dan heb je min twee punten. Kijken wie er wint. Spelletje, dat is uh, snel voorbij, hoor. Want als je de tv aandoet, ben uh, binnen tien minuten zit je aan te kijken tegen een homo. Dan nemen ze een Albert Verlinde met zijn showbiznieuws of zo. Die is hartstikke gay, man. En wat doet het daar op tv? Hè? Dat begon al met Albert Mol. Met het spelletje Wie van de Drie. Wat is er nou zo leuk aan een sodomiet? Waarom is die... Bevolkingsgroep zo bijzonder. In mijn dagen dat ik opgroeide, ja, moet dat toen gelegen hebben op de 1 op de 100. Want anders was ik er wel 1 tegen gekomen. 1 op de 100, 1 op de 200, 1 op de 500. Maar ik kwam ze helemaal niet tegen. Het heeft dik 20 jaar geduurd. Ik weet nog wat dat als je als in, in mijn dagen, dat ik dan zeg maar, 12, 13, 14, 15 was, hè, dat je een beetje bewust in de wereld in de ronde loopt. Dat het zo was dat als een man niet een huishouding deelde met een vrouw. dat er dan al uh, over gesproken werd. Maar nou, hij heeft geen vrouw. Dus uh, zou die. Uh, dat werd dan gezegd, hè? zou die van de verkeerde kant zijn. Dat was de term. Je hebt ook zo'n uh, zo gebaartje wat je daarbij haalt. Van, uh, en, uh, oh, die en die. Nou, die is van... Uh, en dan, dan klopten mensen op de buitenkant van hun handen. Zo, Dat ik, ja, hoe moet ik nou uitleggen? Met je vingers op de buiten, nou, verkeerde kant. Zoals je in je handen zou klappen, maar dan andersom. En nogmaals, in mijn omgeving was er niemand die dat uh, gebaar deed. Want niemand was van de verkeerde kant. Dat was alleen op tv, op de radio. En in een vrij korte tijd, ja. Dan heb je toch, uh, ja, ik ben nou 60. In een halve eeuw is dat maatschappijbeeld uh, totaal omgeslagen. En ook naar de andere kant, hè, met, uh, wij noemen dat potten. Ik had ook voor mijn leven nog nooit een pot ontmoet. Daar had je alleen maar van gehoord. Ja, raar hè. En wat er dan nu gezegd wordt is dat uh, wij moeten die mensen accepteren voor hoe ze zijn. Nou, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Uh, op voorwaarde dus, uh, wat ik dan zei over dat de, uh, tweede en eerste Kamerlid uh, die uh, uh, aan mijn reet zat en uh, die gemixte, gemengde gevoelens kreeg bij. Het krantenartikel waarin een schandknaap was verwurgd. En natuurlijk uh, Joris Demmink, die achter gesloten deuren tegen journalisten van de G-krant en Panorama heeft verteld dat hij het gedaan heeft met uh, mensen van minderjarige leeftijd. Tegen betaling. Jongetjes van 12, 13, 14 jaar. Het is verboden bij de Nederlandse wet en je praat hier over een justitie. Hey, uh, generaal, uh, secretaris generaal van justitie. En als die zich niet aan de wet hoeft te houden, ja, waarom zou ik dan wel uh, mij aan de maximumsnelheid houden? Waarom moet ik mij aan de maximumsnelheid houden op de Nederlandse wegen, als Joris Demmings zich toen niet hoeft te houden aan de minimumleeftijd voor betaalde seks? Die staat namelijk op 18 jaar. En afsluitend uh, uh, van mijn betoog uh, uh, het woord uh, reetridder of uh, poot noemen ze ook wel. Oh, zijn poten. Nou, het komt allemaal het, het oorspronkelijke woord is sodomiet. En dat verwijst naar een verhaal uit de Bijbel. En dat verhaal vertelt van twee steden met een, uh, een hele lage seksuele moraal. En die ene stad heet Sodom en die andere heet Gomorra. Steden die... Ja, zeggen... Die steden, die, die irriteerden, die wekten irritatie op bij God. En toen de engelen in de gaten kregen dat God van plan was om de hele boel met de grond gelijk te maken, dan zijn ze opgekomen voor de inwoners van Sodom en Gomorrah, door naar God toe te stappen en te zeggen: Ja, dat kan je nou niet maken, man. Straks gaan de onschuldigen aan kapot. En dat wil je niet op je geweten hebben, God. Dus dan zijn die engelen met God gezegd, oké, okay, ga maar kijken wat er nog wel deugt. Maar als je daarmee klaar bent, dan kom ik. Want ik ben uitermate geïrriteerd. Dus volgens de Bijbel. Ik um, zou even goed zeggen. Hey. Ik irriteerde mij aan, de, aan het gedrag van de eerste reetridder waar ik dan persoonlijk mee omging. Want die zat aan, me, aan mijn kont te kriebelen, terwijl dat helemaal niet gepast was. En later die opmerking over de klantartikel. En mensen die de inhoud van het verhaal van Sodom en Gomorra uh, al heel lang geleden aangenomen hebben... die zullen dan... Als ik ze dat zou vertellen, tegen mij zitten knikken: van ja, nou, dat is precies de reden waarom het God ook helemaal tot hier zat. Met dat gedrag. Dat is wat God niet wil, onder zijn kinderen. God heeft de mens niet geschapen om zichzelf de hele dag te verlustigen. De bedoeling is dat wij in onze levenswandel uh, God eren. In onze wandel, God eren. Niet dat wij uh, Allah. Ik wil geen Mohammedaan beledigen. Maar um, bidden, daar maak je God niet blij mee hoor. God wil graag zien dat jij in je houding, in je moraliteit. in je aanwezig zijn op zijn wereld. dat uh, jij je toont als een kind van Hem. dat mensen dan Genesis 1 lezen, van op dag 6 schiep God de mens naar zijn gelijkenis. En mensen zeggen, oh, oh, vandaar dat Piet altijd zo aardig doet. Ik dacht, hey, op wie lijk je toch, op wie lijk je toch? Ja, maar Piet is geschapen naar de gelijkenis van God. En dat jij dan in deze anekdote Piet bent. En dat is wat God van je wil. Dat je niet alleen op hem lijkt doordat het staat in Genesis 1 maar dat je dat mensen vinden dat je een goddelijk iemand bent, dat je die indruk nastreeft, dat je scheppend bent en nou, dat soort dingen, creatief zou maar zeggen, een kind van God. Daar gaat het god om. En dat, jij een dat je daarbij uh, een lekker boterhammetje eet met pindakaas en uh, sambal erop. En uh, ja, allemaal uh, vleeselijke lusten en zo. Ja. Dat moet je zelf weten, dat mag. Voor God mag je barbecuen hoor. En voor God mag je huis met je vaste partner, uh, die een vrouw is natuurlijk, mag je elke dag van bil. Waarom niet? Waarom niet? En dat mag je nog lekker vinden ook. Je mag genieten van het leven, tuurlijk. Het punt begint als genieten gelijk staat aan leven. Want als ik niet geniet, dan leef ik niet. Ja, maar oké, okay, zo zijn we niet getrouwd, snap je? Want leven is God eren, God dienen: dat is leven. Ik ben aan die afsluiting aan het toewerken. Er is een, 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 een dogma-probleem tussen het protestantisme en dan met name wat Luther opgeschreven heeft. En het Katholicisme. En het, dan gaat het om het fenomeen. Kan je goede werken doen? Of moet je goede werken doen? Want als je het kan, ja, dan mag het ook. En, en als je het kan en het mag, dan moet je het ook. Hè? En de katholieke kerk is van mening dat je goede werken moet doen en dat je door goede werken uh, je loon vindt in de hemel. En wat dan een de katholieke uh, organisatie als een goed werk beschouwt, is dat je hun zoveel mogelijk geld geeft. De katholieke kerken, zitten zit een beetje in de knoop met hun begrip over goed en kwaad en zo. En Luther heeft gezegd van nee, 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 het gaat niet om uh, werken in de zin van arbeiden. En, uh, nee, het is uh, alleen door het Schrift. Als ik weer. Oh ja, alleen door het schrift. Door de schrift. Het Heilige Schrift. En alleen door het geloof. En alleen door Christus. Zul je gered worden. Op zijn Latijn klinkt dat wel mooi. Sola scriptura. Sola betekent alleen. Hè? Oh, sole mio. Oh, eenzame ik. Hè? Sola, alleen. Sola Scriptura. Nou, scriptura is de schrift. Sola Scriptura. Sola Fides. Fides is uh, geloof. Uh, het Nederlands woord fiducie. Ook oh, heb ik er geen fiducie in. Dat betekent dat je geloof er helemaal niet in Dus alleen door het geloof, Sola Fides. En Sola Christi. Of Christos. Alleen door Christus. Word je gered. En ik blijf erbij dat het nog steeds zinvol is om uh, ja, je leven te leven op een goede manier. Hè? En je niet alleen te verlustigen. Je moet wel wat doen, ja. Ja, ik heb er verder, misschien dat ik daar een andere keer nog verder over ga beschouwen. Deze beschouwing ging over sodomie, over reetredderij. Het is een maatschappelijk fenomeen. Dat is, de, dat is de conclusie, dat is het oordeel wat ik heb. En het was er niet toen ik geboren werd, het is sinds die tijd ontstaan. Ja, het is dus relatief nieuw en heeft het iets te maken met een uh, gezonde ontwikkeling van de mensheid. Van ja, een mensheid waarin uh, iedereen maar uh, gaat voor die uh, monogame relaties en dan uh, mannetje-vrouwtje, mannetje-vrouwtje. Nou, dat is uh, ongezond. Uh, dat moet echt een beetje, ja, alles lekker door elkaar heen. Want dat is gezond. Nee, dat is helemaal niet gezond. Dat is ongezond. Het eerste wat ik zei, dat is gezond. Uh, mama's, papa's, gezinnen. wel uh, een hele saaie toestanden, zullen we maar zeggen. Verjaardagen die gevierd worden. Allemaal bij elkaar komen als uh, oma overleden is en het huis moet worden leeggeruimd. Dan is iedereen er. Of opa moet verhuizen naar de aanleunwoning. Dan is ook iedereen er. Of nog beter dat uh, oma is overleden of opa is overleden. En oma hoeft helemaal niet naar de aanleunwoning. Nee, oma die gaat in huis bij de oudste dochter. Want daar zijn de kinderen de deur uit. Dus, uh, of de eerste is de deur uit en die kamer is leeg, nou dan mag oma daar. Dat is gezond. En uh, sodomieten, dus vastgesteld hoor, die hebben bij leven meer dan, ja, die, die hebben bij leven honderden seksuele partners gehad. En dan praat je niet over 110 of 120. Nee, dan heb je het over 300, 400, 500, 600. En het dus merendeel, dat zijn mensen, die hebben ze, ja, die hebben ze smiddags ontmoet in de gay bar. En, uh, ja, en toen was het Rampen En tamper. Uh, ja, en de nacht hebben ze ieder doorgebracht in hun eigen bed. Weet dat? Vluchtige seksuele contacten. Ik ken er nog een ongelooflijk probleem mee met geslachtsziekten. Dat deugt niet. Die, die houding deugt niet. En moet je die mensen gaan bestrijden? Nou, helemaal niet. Als je dat gaat bestrijden, maak je het alleen maar erger. Je moet duidelijk maken dat het niet deugt. Het is niet goed om te doen. En als die mensen die dat dan toch doen. Uh, daar een schuldgevoel van krijgen. dan is dat niet zielig. Want het deugt niet wat ze doen. Uh, iemand is uh, kleptomaan. En uh, die kan nu een keer niet anders. En als hij in een winkelcentrum komt. En, uh, ja, dan gaat hij altijd weg met wat goederen. waar hij helemaal niet voor betaald heeft. En dan kan die persoon er niks aan doen. En dan ga je zo'n persoon vertellen van ja, en dat mag ook helemaal niet wat je doet. Dan gaat hij zich misschien schuldig voelen. Maar het mag ook niet wat hij doet. De reedrederij is ongezond. Het is ziek. Paul Hanen. Dat is een. Dat is een reetridder. En die is dan ook zo beroemd dan. Die komt bij de VPRO. Uh, heeft hij dan uh, zo'n grappige show gehad en alles. De laat of zo. Hij heeft ook zo'n karaktertje. En dat heet. Uh, Dominé gremdaad. En hij speelt ook nog. Een, een bepaalde vrouw speelde die. Dan doet hij een jurk aan. En die heeft een lied gezongen. Dat ging over zichzelf of, of zo. Van een jongen van twaalf. die uit school op zijn fietsje stapt. en aanbelt bij een oudere man. en die woont iets verderop in het dorp. en die man woont alleen. En dat ging om seks. Dus dat jonge jongetje ging aanbellen bij die oudere man. en zijn moeder wist er niet van. en zijn vader wist er niet van. En dat jongere, dat jongere jongetje, dat jongere jongetje, dat. Oh, daar ben ik dan. Een mooi dramatisch lied over uh, jeugdverliefdheid. Dus een jonger iemand die dan verliefd wordt op een oudere man. En daar gaan we dan liedjes over zingen in het theater. Walgelijk. Het enige wat je er tegenin kan brengen is dat waar Paul Hane het over aan het zingen was... dat dat ging om een consensuele seks. Waarop ik dat vrolijk kan pareren met het feit dat in het Nederlands wetboek staat... dat je als volwassene, als het gaat om, als het gaat om betaalde seks... dan moet de jongere partner 18 jaar of ouder zijn. Ja. En als het gaat, want je gaat je over volwassen mensen... En als je volwassen bent en je hebt seks met iemand en het is consensueel, dus het komt van beide kanten, dan moet die jongste 16 jaar of ouder zijn. Nou, in dat lied van Paul Hanen wat ik toen hoorde, dan had ik het idee dat hij onder de 16 was. En dan komt het van zijn kant, maar die man in kwestie, die overtrad de Nederlandse wet. En waar blijven we dan? Als samenleving, als de wet overtreden mag worden. Ja, maar het is maar in een liedje en dan valt het toch mee. En je weet toch niet of het echt gebeurd is. Nou, ik meen me te herinneren dat Paul Hanen heeft gezegd dat dat, dat dat lied door hem geschreven was naar aanleiding van iets wat er echt gebeurd was in zijn jeugd. En hij was dan dat jonge jongetje. Maar nou, dat is ziek. Hoe een jong jongetje die dan op de fiets. Uh, iets heel spannends gaat doen bij een oudere man. die alleen woont aan de rand van het dorp. dat is ziek. Snap je? Nou, ik heb er lekker de tijd voor genomen, vind ik, en duidelijk gemaakt dat hier iets aan de hand is. En daar ga ik het echt nog vaker over hebben hoor. Want dit kan zo niet doorgaan. Dit leidt tot. Dit leidt tot niks. Dit... Het is niet zo dat als je deze beweging. als je dat maar accepteert. Uh, dat het dan vanzelf leuk en gezellig gaat worden. Niet. Geloof me nou maar. Het wordt een drama. een drama waarbij er heel veel te vergeven valt. Een drama waarbij hele volkstammen heel erg blij zijn als ze gaan begrijpen dat Christus Jezus gestorven is voor hun zonden aan het kruis ook. Niet hun zonden aan het kruis, maar voor Jezus gestorven is aan het kruis voor hun zonden ook. Vergiffenis. Vergiffenis met tranen. Het allerheerlijkste toetje als afsluiting van een zondig leven. En dan beginnen met wat Christus zei, de weg, de waarheid en het leven. En dat is sodomie niet. Punt. Aldus sprak Winkel. <laughs> op dinsdag 2 juli. 2019, vanuit zijn Ikea-bed. <laughs> vanuit een zonnig Arnhem. En zijn thee is op. Dus ik ga wel lekker nieuwe thee halen. En tegen jullie zeg ik uh, tjus en dag lieverds.